mijn god, diamonds! Die moet ik hebben! Ik ben zo lang op zoek! Wacht, wat? Ik ben gekikt uit de server. Ik ben al mijn spullen kwijt. En mijn diamonds. Meneer Kippy, ik weet niet wat er is gebeurd, maar iemand heeft me van de server gekikt. Iemand houdt me in de maling. Ik weet het zeker. Oh ja, kippen praten natuurlijk niet zoveel. Weet je, misschien moet ik ook wat eten zoeken voor jou in de tussentijd. En, huh? Fred, wat doe jij hier? Alex, ik moet je wat vertellen. Toen ik gisteravond lag te slapen, gebeurde er iets raars. Oh nee, je gaat toch niet vertellen dat Fred ook gekikt is van de server? Nee, ik ben niet gekikt, maar mijn huis verdween uit het niets. Wacht eens even, dus ineens, poef, jouw huis was weg. Trouwens Fred, bij mij is er ook wat gebeurd. Ik ben gekikt van de server. Wat zeg je, meneer Kippy? Oh nee, jij hebt honger natuurlijk. Sorry Fred, ik moet gaan. Oh, ik was helemaal vergeten dat ik gewoon mijn eten voor meneer Kippy moest halen. Oké, dan moet ik dit meepakken. Ja, eten. Oké, dan moet ik dit... Hoorde ik nou een geluid? Dat zou apart zijn. Ik bedoel, het is gewoon klaarlichte dag. Wat is dit? Het lijkt wel een soort tv-scherm. Oké, jij gaat met mij mee. Ha! Meneer Kippy, ik heb je favoriete eten gevonden. Alsjeblieft. Maar ik ben nu wel heel erg benieuwd wat er op deze tablet staat. Mijn naam is de hacker. En jij bent mijn doelwit. Word je al bang? Dat zou ik wel zijn. Want ik ga het leven erg moeilijk voor je maken. Hacker out. Ah, leuk. Wat een leuke videoboodschap. Wie zou dat nou weer verstopt hebben? Oh, het moet vast Harry weer geweest zijn die daar woont of zo. Een hacker in mijn wereld? Dat kan haast niet. Dit moet wel een grote grap zijn. Zal Fred er... Fred? Hallo, Fred? Wow, wat? Hoezo is het ineens zo donker buiten? Oké, leuk, Fred. Leuk dat je weg bent gegaan en de lichten hebt uitgedaan. Sowieso moet het Fred trouwens zijn die de hacker is. Het kan niet anders. Fred, zit je in je ijskraam? Nee. Oké, waar moet hij dan zitten? Er is ook letterlijk nergens iemand thuis. Waarom is het dorp zo verlaten? Weet je, misschien is iedereen gewoon ergens op vakantie. Ik bedoel, het is ook warm de afgelopen dagen. Ik snap wel dat je niet thuis bent. Wat? Wat? Hoezo is mijn huis ineens van dirt? Oké. Wie heeft dit gedaan? Oh, een melding. Wat kan dat zijn? Ik hou niet zo van blauw. Zand is veel mooier. De volgende grap is erg lang. Word je nu al bang? Oké, dit moet de hacker dus weer zijn geweest, denk ik dan maar. Ik zie hem hier nergens. Ik bedoel, hij zou mij toch ergens in de gaten moeten houden. Wacht eens even, zit er een camera in mijn huis ergens? Nee, maar hoe kan het dan dat hij mij zo goed kan controleren en dat hij dit zo snel heeft kunnen aanpassen in de tijd dat ik hier in mijn huis gewoon in de buurt was? De volgende grap is lang. Dat is ook wat hij zei. Word je nu al bang? Ik word niet zo snel bang, kan ik je vertellen. Er zou hier toch ergens wel iets van eten moeten kunnen liggen? Ik weet niet wat, een varken of wat dan ook. Ik denk ook niet echt dat dieren spannen in de nacht. Ik heb alleen een paar eieren van meneer Kippy. Wacht eens even. Nee, er komt helemaal niks uit. Het is sowieso best wel laat. De maan staat helemaal boven in de lucht. Ik denk dat ik het beste maar naar huis kan gaan, maar... steeds weer. Wacht eens even. Een roze schaap? Hoezo ben jij roze? Dat is zo leuk. Oké, maar dat even terzijde. Ik moet wel naar huis gaan. Ik ga gewoon lekker in mijn bedje liggen. Lekker slapen. En dan moet het wel de volgende dag worden. En dan moet het op zich gewoon wel weer licht worden. En dan kunnen er weer diertjes komen. Oh, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Oké, snel naar huis. Snel naar huis. Snel naar huis. Oh, nee. Oh, ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Dit is letterlijk mijn ergste nachtmerrie. Waarom gebeurt dit allemaal? Oké, ik word misschien wel een klein beetje bang. Komt er nou weer een videoboodschap binnen? Ik weet dat je bang bent. Ik kan het horen. Mijn locatie bevindt zich dichterbij dan je denkt. Maar onthoud goed, een echte hacker zal zijn gezicht nooit laten zien. Waar is mijn kleding heen? Het is te koud. Wacht eens even. Wat is deze knop? Normaal moet je dit niet indrukken. Het werkt! Ik heb gewoon een trui aan. Maar wat was die 40%? Laten we gewoon nog een keer klikken. Wow! Ik krijg letterlijk een pet. Met 40% korting. Dit is geweldig. Normaal kost een pet namelijk 20 euro. Maar nu nog maar 12. En letterlijk alles heeft korting. Op www.alexkleinshop.com. Ga er nu heen. Ik ben het zat. Ik heb honger. Ik kan geen eten krijgen. Die zombie staat er ook nog steeds. Ik ben dichterbij dan je denkt. Is die dan hier ergens in het bos? Ik bedoel, dat zou wel kunnen, maar waar dan? Letterlijk, ik kan hem nergens zien. Misschien in het rode bos, hierachter. Ik bedoel, rood, dat is toch een
Hackerkleur. Nee, oké, het is meer groen, hè. Groen en zwart. Ik zie wel twee schaapjes hier, maar dit zijn sowieso geen hackers. Ik heb zoveel honger. En waar kan Fred ook zijn gebleven? Ik snap er helemaal niks van. Fred zei namelijk dat hij ook geplaagd werd door een hacker. En daarna is hij gewoon verdwenen. Toen werd het nacht. Toen kwam er een mega zombie met het huis is veranderd in dirt. Iedereen is weg uit het dorp. Kan ik niet met dit ei een wens doen voor een nieuwe aanwijzing? Oké, 3, 2, 1. Ik wens dat ik weet waar de hacker is. Oh, kom op, hij is geland. Wacht eens even, ik krijg een melding. Denk je nou echt dat een ei je wens gaat laten uitkomen? Ja, oké, okay, misschien heeft hij gelijk. Een ei is niet al te slim. Maar welke wens put houdt er nou niet van taart? Ik wens dat ik wist waar de hacker was. Oké, wacht eens even. Ik krijg weer een melding. Ik ben er klaar voor. Laten we op de tablet kijken. Oké, ik geef je één hint. Ik hou van sap. Dit ga je nooit raden. Ik hou van sap. Je houdt er nou niet van sap. Aardbeien sap. Is aardbeien sap een ding? Appelsap. Dat is lekker. Zit hij dan onder een appelboom? Nee, want er zijn geen appelbomen in Minecraft. Sap. Even sap een liedje maken. Ik drink sap. Maar dan moet je wel op een woord rijmen als je een liedje wil. Wacht eens even. Dan nou ga ik iets rijmen op het woord sap. Sap, dat vind ik heel knap. Knap. Kan de hacker ergens zitten wat knap is? En niemand is hier knap. Behalve ik. Ik weet het, ik ben groen. Wat was dat geluid? Oké, goed nadenken, Alex. Sap, knap, wat heb ik in mijn... Wacht eens even. Sap, knap, onder mijn huis ligt een lab. Lab! Wacht, betekent dat dan dat hij hier misschien in mijn laboratorium zit? Waar zou die dan moeten zitten? Ik bedoel, mijn machines staan hier allemaal. En op zich weten mensen niet echt dat hier een heel laboratorium is onder mijn huis. En deze deur staat wel op slot. Klik op het duimpje omhoog. Al moet ik deze deur openen. Heb je het gedaan? Ik wacht wel even. Oké, je hebt het gedaan. Zullen we dan maar klikken in 3, 2, 1. Wow, dat is hem! Hoe heb je me ooit gevonden? Is dat je echte stem? Ja, oké. Sorry voor alle grapjes die ik uithaalde. Ik wou gewoon een keer weten hoe het is om een hacker te zijn. Ja, dat heb je zeker nu meegemaakt.